De storm van gisteren zorgde in de regio voor aardig wat overlast, maar er vielen gelukkig geen gewonden. De Betuwe, inclusief Arnhem-Zuid, kan het vele regenwater van de laatste dagen nog prima via het riviertje de Linge kwijt. De hoofdwatergangen kunnen het vele hemelwater, volgens een woordvoerder van het waterschap Rivierenland, nog probleemloos lozen. Ja, dat is wat ingewikkeld voor waterschap Rivierenland. In het westen van ons gebied hebben we te maken met hoge waterstanden op de rivieren als gevolg van storm op zee. Heeft de afgelopen dagen hard gewaaid. Dus de waterstanden in de rivieren zijn daardoor opgestuwd. In het oosten van het gebied hebben we wat te maken met iets verhoogde waterstanden door hoge afvoeren van de Rijn en de Maas. Wij nemen kleinschalig wat maatregelen. Als ik even kijk naar het oosten van het gebied, dan zie je dat de rivieren hun ruimte zoeken in het rivierbed. Dus bepaalde buitenpolders, die meestal agrarisch in gebruik zijn, die stromen onder. Dus wij kijken even of iedereen weg is, of al het vee weg is. En we zullen de komende dagen een enkele coupure, veiligheidshalve, vastsluiten. De Rijnkade in Arnhem komt vrijdag of zaterdag onder water te staan als het water blijft stijgen zoals Rijkswaterstaat verwacht. De kade wordt ontruimd en auto's moeten weg. Woensdagmiddag is de gemeente Arnhem begonnen met de hoogwaterprocedure. Bij de opgangen van de kade zijn borden geplaatst. De Rijnkade loopt onder als in Lobith de waterstand van 12,75 meter boven NAP wordt bereikt. Wat verwacht Rijkswaterstaat voor dit weekend? De vooruitzichten zijn dat het wat voor het westen van het gebied toch wat onrustig blijft. Regelmatig harde wind. Dus we houden daar wat verhoogde waterstanden. Wij zullen de waterkeringen ook blijven inspecteren. In het oosten van het gebied krijgen we iets verhoogde afvoeren van zowel Rijn als Maas. Maar dat blijft zeer beperkt. En als we lokaal wat maatregelen nemen, kunnen we dat prima aan. En dan nog de gemeente Nijmegen. Als het water nog verder stijgt, dan zal Waterschap Rivierenland besluiten hoogwaterschotten op de kade en in de keermuur te plaatsen. Hoe is de status? Nee, we hebben aan de Waalkade in Nijmegen twee dingen. We hebben een aantal coupures zitten. Dat zijn de verbindingen naar de binnenstad. Nou, wellicht gaan we daar een enkele van sluiten. Maar daarnaast hebben wij voor de Waalkade een complete flexibele waterkering die we helemaal kunnen opbouwen over het hele traject. En dat is bij de waterstanden die voorzien zijn absoluut niet nodig. Mocht de Waalkade zondag onder water staan, dan moeten de hoogwaterschotten de kade droog houden. Een situatie zoals in Groningen zal in onze regio niet snel gebeuren. Maar overlast door het water is een feit. Waar kunnen kijkers terecht voor actueel informatie over hoogwaterstanden? Voor informatie over het gebied van Rivierenland kunnen ze het beste naar de site van Waterschap Rivierenland. En als de mensen informatie willen over de rivierwaterstanden of de situatie op zee, dan is de site van Rijkswaterstaat het beste informatiepunt.